mijn inlevingsvermogen was toen ik een puber was natuurlijk niet zo heel erg goed. En ik dacht af en toe wel eens dat mijn vader zich aanstelde. Maar hij had cardio-empathie en ik snapte dat toen nog niet. En dus ruzies en dingen. Dan dacht ik altijd, als papa weer last van zijn hart kreeg, oh, hij stelt zich weer aan hoor. Maar ik kon me niet zo goed inleven in zijn ziektebeeld, omdat ik het zelf natuurlijk niet heb ervaren en gevoeld. En daar heb ik nooit mijn excuses voor aangeboden aan papa. Maar ja, ik kon me niet zo goed inleven.